Hallo mensen van Banjo Town. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. En welkom bij een nieuwe XXL Gameplay. Sommige mensen zullen super duper mega blij zijn met deze XXL Gameplay. En sommige mensen niet. We gaan vandaag namelijk een uur lang Minecraft spelen. En dan denk je misschien, oh dat is best saai. Nee, ik ga proberen in een uur Minecraft uit te spelen. Dat wil zeggen, de Ender Dragon verslaan. We beginnen een nieuwe wereld, we noemen hem eventjes XXL. Het grootste probleem voor mij met de game uitspelen is het vinden van zo'n fortress waar zo'n end portal staat. Dus heb ik een hele mooie seed waardoor we meteen vlakbij een fortress spawnen. Nu is de vraag, kan ik in een uurtje de Ender Dragon verslaan? Waarschijnlijk niet. Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar het is toch leuk om te proberen. We spawnen overigens ook echt naast een desert tempel. Dan kun je best wel goede spullen vinden. Het is een klein beetje vals spelen. Het was niet mijn bedoeling. Ik heb fucking lang lopen zoeken naar een goede seed. Dat je dicht bij zo'n fortress spawnt. Ik denk, ik ga niet moeilijk doen dat er meteen een tempeltje naast me staat hoor. Ik kan een grote man zijn en zeggen, nou, dan slaan we die tempel gewoon over. Maar, die tempels zijn leuk en we kunnen erg veel dynamiet vinden. Even kijken, hier is een tempel. Daar in de verte. Heel erg in de verte is als het goed is een dorpje. En daar weer voorbij, daar is wat wij zoeken, onze fantastische fortress. Het is een groot avontuur. Laten we in ieder geval heel veel rozen meenemen. Dat we aan het einde van de aflevering een mooie bosbloemen hebben. Ik moet een beetje doorwerken. Ik kan niet al te veel focussen op de fantastische verhalen die ik jullie mee wil geven. Ik moet snel zijn, want we hebben maar een uur. Ik wil ook best 3 uur lang Minecraft spelen, maar dan wil ik meer betaald krijgen. Dank u wel. Oh ja. Oh ja. Misschien ga ik gewoon een keer 24 uur lang Minecraft spelen. Maak er 1 video van. Niemand die hem kijkt. Woehoe. Oké dan. We hebben 40 planken. Dat is genoeg planken. Voor 40 planken. Of 10 crafting tables. Waarom wil je 10 crafting tables? Weet ik niet. Is hier misschien wat steen? Zou wel fijn zijn. Er zijn heel veel dieren hier. Oh, er zijn ook wat koetjes. Dat is fijn. Dan slachten we die ook meteen eventjes. Slachten gewoon alles. Maak gewoon alles dood. Hartstikke mooi. Laten we in ieder geval beginnen met gewoon een normale pickaxe maken. Hartstikke mooi. Nee, niet. Zo maak je geen normale pickaxe. Ik sta aan de tijdsdruk, oké? Okay? We pakken de normale pickaxe. En daarmee hakken wij steen. Ongelooflijk. Ongelooflijke Minecraft gameplay. Is hier al lava te zien? We kunnen namelijk ook heel snel proberen een endportal te maken door middel van lava. Nice. Oké, heb je ook alvast wat kool? Ik weet niet of je het kan hakken met de stone pickaxe. Ja hoor. Helemaal mooi. Dan maken we daar een heel mooie... torchje van. Weet je, een beetje licht in de duisternis. We kunnen ook gewoon in deze grot wonen. We kunnen ook zeggen, we hebben maar een uur de tijd. Waarom de fuck zou je een huis willen maken? Je moet gewoon alles in je inventory hebben wat je nodig hebt. Dat is ook wel een mening waar ik het redelijk mee eens kan zijn. Moet je dan af en toe even een crafting tabletje meenemen, want je hebt geen plek waar ze staan. Oh, huilie, huilie. Dat is geen probleem. Als we nu even deze kool weghakken, hebben we in ieder geval genoeg kool voor de rest van ons leven. Dat is echt waar. Dan hoeven we zo'n beetje de rest van de hele XXL gameplay geen kool meer te zoeken. Jullie zien misschien geen flikker, maar ik ben een flikker, dus jullie zien mij. Oké, wacht. We kunnen eventjes gaan een paar toortjes maken. Als we doodgaan is het niet eens heel erg. Als we doodgaan is dat geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik ben gerespawned. Ik heb mijn spullen terug. Woe! Als ik doodga is dat geen probleem, want ik sta naast de spawn, dus dan ga ik erheen en ik krijg mijn spul. Alle terug. Mijn spul. Alle terug. Alle tieners zeggen ja tegen respawnen. Wat een kut nummer, maar dat maakt niet uit. Oké, we hebben best veel kool. Hartstikke mooi. Dan gaan we even gewoon naar buiten. Moeders, moeders. Ik heb een aantal dingetjes gevonden. Ik kan meteen even een zwaard maken in principe, dan maken we alles dood. Dat is voor u zo fijn. Om maar te kijken denk ik, als ik alles dood maak. Dus even kijken hoor. Een hele mooie stone pickaxe. Het is een plaatje, echt waar. En dan gaan we met die stone pickaxe en een stone sword doen we ook meteen eventjes, joh. In de bonus bij de plus vandaag. What the fuck, Rick? Waarom is je crafting ineens zo gay zuigend? Eens even kijken, we slachten even gaan we koetjes. Zoals deze koe bijvoorbeeld. Koe, hier, 9. Gelukkig, die is dood. We maken even gaan alle koeien af. Met die huiden kan ik... Oh ja, als ik laat even enchanten is het dan een beetje een bitch. Als je je zwaarden wil enchanten. Dan heb je weer allemaal boeken nodig. En die moet je weer maken met koeienhuiden en zo. Dat is nog wel een gedoetje. Voor nu maken we in ieder geval heel veel koeien af. Dat is gewoon een goed idee. Er zijn nog meer koeien die dood willen. Hartstikke mooi. We hadden ze ook kunnen kweken en zo. Maar ja, is het irritant als je maar een uurtje de tijd hebt. Dan wil je gewoon zo snel mogelijk shit doen. Ik heb in ieder geval wat koeien doodgemaakt. Ik neem wat zonnebloemen mee. Je weet hoe ik rol. We kunnen wat paarden doodmaken. Maar daar hebben we niet heel veel aan. Voor mij droppen ze geen paardenworst. Wat jammer is. Hier zijn nog 3 koeien. Wow, die is snel. Ren, koe, ren! Of toch niet? Oh, wat jammer nou. Jouw tragische dood zal onthouden worden. Zal al deze koeien doodgaan, dan ben ik wel genoeg vlees voor een lekkere week Hema-worst. Oké dan, die is ook dood.
14 vlees. Als we dat bakken in een oven, hebben we 14 gebakken vlees. Nou, vanuit gaan dat niks verbrandt. Maar je kan niks verbranden. Dus dat is handig. Even kijken hoor. Dit is even gauw tijdelijk ons huis. Tussen aanhalingstekens. Het is niet echt een plek waar je woont. Er zijn geen bedden en deuren en alles. Maar dat maakt niet uit. Ik speel trouwens op de medium difficulty. Stel, je kan uit het begin gewoon de seat overnemen. En probeer het ook in een uur te doen. Nadeel is, je kan bij mij wel spieken als ik diamonds... Oh, fuck. Oh, ik ging bijna dood door het vallende zand, joh. Ik wil zeggen... Shit, daar zit een skeleton. Dat wilde ik niet zeggen, maar het is wel waar. We moeten even gauw weg hier, jongens. Als je skeleton wil chillen, is dat een probleem. Want ik wil niet dood, dus ga ik erheen. Fuck. Dat is waarom je torch moet hebben. Heb ik nu genoeg? Ja, ik heb genoeg steen voor in ieder geval een furnace. Dus dat is fijn. Dan heb ik in ieder geval wat eten. Ik speel op medium. Je kan het nadoen. Maar stel ik vind diamonds, dan weet jij waar ik ze gevonden heb. En dan kun je ze maar sneller vinden en zo. Het is geen race. Ik kan dit sowieso sneller doen als ik geen YouTube commentaar aan het geven ben. Maar het is wel een leuke challenge om al commentaar geven dit in een uurtje te doen. Dus hey, hier ben ik. Er is nog een koekje. Koeken. Een koeken. Een koek. Koek. Oh, Rikje met hilarisch, jongen. We moeten denk ik sowieso terug de gemene grot in om het Armin te vinden. Dat is toch wel essentieel voor ons bestaan. Denk ik. Verder een beetje kool voor wat toortjes zou wel fijn zijn. Laten we een paar toortjes maken. Maak je sticks opeens op een andere manier of zo? Gevoel had ik eventjes. Oh shit, nu is alles hout op. Dat is ook weer niet handig, Rick. Je kan ook overdrijven. Misschien moet ik eventjes gaan een bijltje maken. Een lekker steenbijltje, weet je. Stel, er is een keer wat aan de hand. Hout nodig, bijltje. Hartstikke mooi. We hebben in ieder geval wat stenen tools. Eten is onderweg. Hartstikke mooi. We kunnen even kijken of er wat suikerriet groeit. En kunnen we dat een beetje op de kweek gaan zetten. Voor het maken van boeken later. Je moet een beetje vooruit denken. Vooral planten dingen. Dat is gewoon wachten. Het is gewoon wachten en ik ga het wachten. Oké, we gaan in ieder geval naar beneden hier. En we gaan wat vleesjes meenemen. Ik zal terugkeren. Rijk en vol vlees. Oh ja, dikke tip. Altijd als je ondergronds gaat, neem alsjeblieft een beetje hout mee. Ik ken het probleem. In één keer gaat je pickaxe kapot, zit je ondergronds en ben je verdwaald. Is zo fijn als je even gauw een crafting table kan maken. Neem gewoon altijd een paar plankjes mee als je ondergronds gaat. Onder de grond. En dan gaat het minder vaak mis. Het gaat sowieso nog steeds mis, maar minder vaak. Doen we het voor. Oké, dan. Zo, even wat armen vinden. Armen vinden. Ha, 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 ha. We liepen net al langs. Iedereen zat te schreeuwen achter zijn computer. Rick, iron! Waar? Daar! Oh ja! Er gaat waarschijnlijk zand op mijn hoofd vallen nu, maar dat is niet erg. Ben ik wel gewend. Zo ben ik geboren. Door een zandexplosie. Is er nog meer iron hier? Nee. Laten we dit meteen even terug rapporteren naar de magische koelkast, die eigenlijk een oven is. We kunnen in principe ook even heel gauw een tweede bouwen. Wacht eens, saai man! We bouwen gewoon een tweede. Als je geen geduld hebt... moet je gewoon wat anders doen. Zo, hebben we al genoeg? Waarschijnlijk wel. Hartstikke mooi. Bouwen er gewoon nog eentje, joh. Hè? Gezelligheid. Zo. Hartstikke mooi. Had ik al gezegd dat ik het hartstikke mooi vond? Want ik vind het hartstikke mooi. Zo. Hier hebben we vast nog wat kooltjes in zitten. Ja hoor. Moeten we heel eventjes wachten, dames en heren. Even geduld alstublieft. Ondertussen maken we één inktvis dood. Of drie. Of vier. Fuck de inktvis. Voor mij hebben die inkt in principe niet nodig. Je kan dagboeken schrijven. Stel, we hebben een keer belangrijke coördinaten of zo. Maar ga er niet vanuit dat we dat gaan gebruiken, hoor. Dus dat ik dat weet. Gewoon voor de zieke experience, deed ik het. We moeten eigenlijk nu gewoon zo snel mogelijk diamonds vinden. En een nether portal maken. We kunnen ook even gauw hierin. Dus de kans is best aanwezig dat hier gewoon diamonds aanwezig zijn. Daar is trouwens dan nog wat kool. Laten we daar eens even gauw in gaan. Dit is altijd heel cool. Dan had je één blokje weg en dan zakt alles in één keer in. Hoe dan? Hoe dan? Zo, lekker kohakken, lekker kohakken. La 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 la. We kunnen ook zo meteen even naar die village toe lopen. Daar hebben ze ook nog wel eens gewoon diamonds en iron liggen. Dat scheelt ook gewoon een hoop tijd. Had ik eigenlijk als eerste moeten doen. Achteraf, ik ben veel te druk bezig met commentaar om na te denken over dat soort uitgebreide strategieën. Van, oh, ik ga eerst naar de village toe. Nee, nee. Ach joh, je moet toch een uur vullen. Als ik meteen na 5 minuten iron heb, is het toch al niet leuk meer, joh. Nu is het nog een beetje spannend. Eens even kijken, we gaan hierheen. De gezellige grot. Nou, hier beneden is natuurlijk TNT, superhandig. TNT, dynamite. We kunnen naar beneden springen, een sprong in het diepe, of we kunnen de veilige weg nemen. Op deze manier naar beneden gaan. Hartstikke mooi. Ik heb eigenlijk haast de neiging om op die TNT te gaan staan, gewoon omdat ik het gezellig vind. Gezellige TNT is dat. Even de grond openhalen. Hé, hey, wat is dit nou weer? Dynamiet. TNT. 3, nitro toluene. Of dat is geen nitro. Nitroglycerine. Er zitten nitrogroepen op. En toluene. Er staat TNT voor. Een zadeltje gevonden. Hartstikke mooi. Nog meer zadels. Beetje iron. Beetje botjes. Hartstikke mooi. Joh. En 2 diamonds. Kijk. Nou gaan we locaties op. Nou is een van die vele vragen. Hoe de fuck kom ik erboven? Nou, daar hebben we een geniale uitleg voor gevonden. Zo.
Zo'n beetje daar zo'n dingetje op, zo bam. Zo, we zijn meteen weer van een hoop troep kwijt. We hebben momenteel heel veel items bij ons die we echt niet nodig gaan hebben. Maar botten kunnen we in principe nog wel gebruiken, want inderdaad de planten groeien. Sorry rozen, sorry zonnebloemen, sorry stone pressure plate, sorry blue stained clay. Je kan mijn pik likken, doe maar niet. Dat mag ook weg. Rotten flash, doei, dirt. Kan weg. 1 oak plank, die houden we. Bouwen nog een beetje moment van dat sandstone. Alsof we dat ooit nodig gaan hebben. Hartstikke mooi, ja, dat was gezellig. Ik weet niet of in de rest van deze fantastische grot ook nog dingen zijn. Dat weet ik niet echt, maar het is wel gezellig in ieder geval. Hoeveel iron hebben we nu trouwens bij ons? 2. Ik heb allemaal weer mooi net niks mee. Mooi net niks. Er is vast wel iets te doen in deze toren. Iets van een gezellig kamertje. Oh, hier waren we net. Ja, hartstikke mooi. Daar zijn onze furnaces. Hartstikke uit te zijn. Is er niet nog iets te doen in een van deze kamertjes? Behalve zeg maar naar de hoofdkamer toe werken. Dat weet niemand. Nee. Je kan een beetje steen hakken hier, maar daar houdt het ook alweer op. Is niet erg, is niet erg. Viel wel een beetje tegen, maar hey, dat hoort er ook bij, tegenslagen en zo. Even gaan we naar onze furnace toe. Maar we kunnen nu al wat armor gaan craften en zeggen we baken een diamond sword. Dat is denk ik wel heel handig. Een diamond pickaxe hebben we eigenlijk helemaal niet nodig door de hele serie heen. Stel we upgraden meteen even naar een diamond sword. Is dat in ieder geval helemaal goed. En dan maken we van het iron. Ja, ik denk toch wel beter om eventjes eerst een pickaxe te maken. Niet meteen een zwaard gaan maken, weet je. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in, maar een iron pickaxe is toch echt even handiger. Zo. Ja, nou wou je dat je een chest had, hè. Nou ja, dat stone sword gaat toch niet meer nodig hebben. Die stone pickaxe ook niet, hoppakee. Steekjes, hartstikke mooi. Ik laat je nooit in de steek. Ik laat je nooit in de steek. Ik kan even kijken of ik een gold body kan maken. Ik weet niet of, daar nog, of die nog kapot gaat voordat we bij de enderdrengen zijn, maar we kunnen het proberen. We zijn maar een uurtje op de game, dus misschien houdt die golden body het vol. Een golden broekie. Zo. Kijk. En dan maken we nog eventjes gauw mijn favoriet. Een iron helmpie. Kijk, dan zijn we lekker bepanzerd hoor. Lekker bepanzerd. We moeten alleen maar schoentjes. Nou, dat is geen probleem. Ik wil niet meer hier naar binnen, dat vind ik stom. We kunnen in principe gewoon weggaan. Ja, fuck it, joh. We gaan lekker ergens anders heen. We gaan op avontuur. Ik ben een lopende man. Dat is het fijn als je maar een uur speelt. Je hebt geen serie en je moet een huis hebben en dat soort gezeik. Een bedje zou nu wel fijn zijn. Dan kunnen we even gauw de nacht skippen. Maar we moeten toch levelen, dus hey. Ik zie overal het positieve van in. Heb je hif? Dat is gezellig. Ik mag je een sjaal dragen. Het is wel zo. Dat is niet echt een onderwerp om over te grappen. Maar als je hiv hebt, mag je wel een sjaal dragen. Dus het zijn, ja. Weet je, al het negatieve heeft ook een beetje iets positiefs. Is de message die ik probeer over te brengen. Zijn er meer koeien hier? Want dan maak ik ze dood. Geef me de steak en geef me het brood. Er zijn erg veel enemies vooral hier, maar dat maakt niet uit. Ik ben niet bang. Een beetje bang. Oh, heel veel worteltjes. Ook fijn. Weed. Oh, wat handig allemaal. Koe, sterf! Ik heb het niet voor niets een diamond sword gemaakt. Ik wil maximale koedoodheid. Nou, we hebben in ieder geval echt, als deze paar koetjes ook even dood maken, hebben we genoeg eten voor de rest van ons leven. Met een beetje geluk zijn er ook wat boekenkasten hier in die dorpjes. En als je die sloopt, dat scheelt weer boekenkasten maken. Kiekeboe, kiekeboe. Waar stoelt dat op? Weet ik niet. Eens even kijken. Oh, hier zijn potatoes. Die kun je lekker bakken. Lekker bakken. Dat is ook wel fijn. Lekker wortels. Waarom haal ik ze zeggen mijn hatchet? Niemand weet het. Maakt het uit? Dit misschien. Zo, daarna wat... lekker aardappeltjes. Hallo iedereen. Lekker aan het ruilen hier. Ze hebben een bibliotheek, man. De librarian. Dus dan zou je toch ook zeggen dat ze een bibliotheek hebben. Of is dat heel ver gezochte logica? Zo gezellig overal. Bijna alleen maar librarians, joh. Is jullie hele stad één grote bibliotheek? Of snap ik er de ballen van? Ook al. Is het raar allemaal papier voor shit. Hier is nog een koe in ieder geval. Hier is een hele mooie wensput. Ik wens voor een grotere wensput. Zo, jij dood. Wat zijn er veel mensen, joh, in dit stadje. Het is gezellig druk. Oh, ladder worker. Ik kan hem allemaal ladder geven en dan heb ik een emerald. Yay, zin in. Oké, waar is die fucking beep, jongen? Hier is de klerk. Hier is nog een librarian. Er gaat echt iets niet goed in dit stadje. Furnaces, hartstikke mooi. Er zat er meestal ook een chest bij, of niet? Wel een laddertje gevonden. Ik dacht dat hij vaak een chest stond met zieke spullen, jongen. Zieke spullen. Oh, hier staat hij waarschijnlijk. Ja, een iron sword en obsidian. Obsidian is zeker geen verkeerde vondst. Aangezien wij met obsidian... Wat kunnen we met obsidian? Precies. Met obsidian kunnen wij een endportal maken. Dus daar gaan we al helemaal goed die kant mee op. We moeten natuurlijk naar de end om... we moeten ender eyes hebben. We moeten er heel veel endermans doodmaken. Dat is ook een heel groot probleem met naar die end gaan. Je moet eigenlijk een diamond sword hebben met looting erop. Dan gaat dat zoveel sneller. Er zitten wel wat endermans. We moeten eigenlijk wel een beetje het gevecht gaan opzoeken met endermans. Want we hebben gewoon enderman troep nodig. Ja, weet je, de creepers en zo, die mogen lekker hun ding blijven doen. Maar die enderman en ik moeten gewoon lekker gaan vechten met elkaar. Oké, stop.
En dan ben stop. Ik ga in het water staan als je zo doet hoor. Kom dan. Die creeper mag er buiten blijven. Jij en ik hebben fitty. Kom maar, teleporteer maar naar me toe. Dat scheelt meters, Peters. Ja, ontplof maar, creeper. Ontplof maar bij die Enderman. Zeg maar niet de drop. Yes. Nee, niet de... Niet de dude. Oké, we gaan er even langs rennen. We hebben onze eerste Ender Pearl binnen. Pats. Hopelijk heb ik hem ook opgepakt. Ja. Die bitches moeten we gaan verzamelen. We moeten naar de Nether en daar moeten we wat blazers doden. En dan kunnen we in principe al naar die shit toe waar we heen willen. Ik geloof dat de Nether Fort er stond in een savannegebied. Voor mij is dat gewoon die kant op. Hoop ik. Anders dan zullen we een paar van die Ender Eyes met Blaze Powder troep moeten gooien. En een beetje daaraan moeten kijken waar wat is. Het is in een beetje een savannegebied en dan zie je gewoon een soort kuil. Een soort gat in de grond. En als je denkt, hé, waarom is er een gat in de grond? En dan zit er in één keer Fortress aan vast. Misschien vinden we het hier ook al hoor. We gaan deze grot even verkennen. Even gauw wat torches bij de hand nemen. Er zit wel wat iron daar. Heb ik in principe niet hardcore nodig of zo, maar we nemen het toch even mee. Zoals je ziet, mijn inventory begint wel een beetje een zootje te worden. Ik kan begrijpen waarom mensen soms items bij zich houden, weet je wel. Ja, ik heb ook dingen zoals een stone pickaxe bij me. Dat je denkt, Rick, waarom? Waarom heb je een stone pickaxe bij? Ik snap dat je fan bent van pickaxe. Maar je kan ook te ver gaan. Even gaan we nog wat troepjes dumpen. Ik ben in een grote prullenbak momenteel. Stone tools, oprotten. String? Ach joh, je weet nooit wanneer je string nodig hebt. Oké, dan gaan we lekker deze gezellige grot in. Hallo, gezellige grot mensen. Alles goed? Nope, het is niet allemaal goed. Ik heb even met ze gepraat. Niet allemaal goed. Zo, die creeper is dood. Besluip ze even van achteren. Hallo, van achteren. Van voor, van achter, van links naar rechts. 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 Mooi gezongen, Rick. Dankjewel. Oké, dan. Hier is nog wat extra iron. Zeg je, ja, dat iron smelt is sowieso fijn, want je krijgt een dikke, vette experience van. En er is hier best veel iron. Niet genoeg voor mijn gezin, maar er is genoeg iron. Het is wel kut. Ik had eigenlijk even die YouTube-video erbij moeten houden, want dat gaf ook de coördinaten van die endportal. En dat zijn de drie problemen dus. Endportal vinden, genoeg enemies doden in die tijd, ja, ook goede gear. Er zijn ook best wel puntjes die we moeten afhandelen. Gelukkig zijn we pas 20 minuutjes bezig. Waarschijnlijk gaat het niet lukken. Waarschijnlijk wordt in de end, even de Nether, zoeken naar de Blazers kasteel. Dat is altijd best wel een tricky opdracht. Er zijn meerdere dingen tegelijk die spelen, die het interessant maken in ieder geval. Op zijn minst. Hallo iedereen, ik ben Rick en ik ben verdwaald, denk ik. Wel een koe gevonden, dat is wel cool. Dat is wel cool. Ik zit haast te twijfelen, dan zou ik gewoon even in creative mode even gaan zoeken waar dat ene gebied ook weer was. Ik dacht dat ik de goede kant op liep, namelijk als je richting de village liep, dat je dan... Oh, daar is het, ja, ja. Daar ergens is een vieze kuil en daar is het. Er zitten heel veel torches neer, bouw ik even gauw een toren van steen klei die ik niet meer heb, want die heb ik net weggeflikkerd. Dan weten we, hier is die portal. Dan gaan we hier ook gewoon lekker in de buurt wonen. En dan hebben we al onze problemen alweer een beetje opgelost. Ondertussen nog even wat koeien doodmaken. Fuck die skeletons die me proberen te vermoorden. Fuck de haters. Genoeg vlees voor het volk. En ook huiden om boeken van te maken. Oh mijn god, zombie. Je was in vermomming. In vermombie. Moe. Onze inventory zit vol met troep. Hey. Oké, is goed. Dus hier is ergens een super geheime kuil. En daar moeten we even voor opletten. Dat is een kuil die leidt naar de end portal burn. Dus ja, het was in zo'n gebied. Ik loop die kant op. Het kan haast niet missen dat ik bij het verkeerde gebied ben. Oké. Zal dus hier ergens een gemene kuil zijn? Wees gewaarschuwd voor de gemene kuil. Is dit het? Nee joh. Nee joh, Rick. Nee joh. Ik weet verder ook niet precies waar het is. Ik weet dat het hier ergens is. Het is echt een soort raar gat. Dat je denkt, hé, waarom is hier een gat? En dan is het daar. En anders, we kunnen ook van die pareltjes gooien. Die gaan er dus heen. En dan kunnen we van het laatste stukje nog even een beetje uitzoeken hoe wat waar. Ik vind het toch wel fijn om een huisje te hebben. Weet je, desnoods is het een dirthuis. Heb je toch een beetje een plek waar je heen kan als alles kut is. Zoals nu. We lopen nog een heel klein stukje door. Op jacht naar de gemene grot. Misschien is dit het wel hoor. Nee, het was echt een grot naar beneden. Maar als we ook een stukje kunnen vinden ervan. Weet je, vaak zijn die fortress dingen best wel groot. Dus, ha, snap je? Mai? Misschien? Vaak zijn die fortress dingen best groot. Dus dan kun je met wat, als er in een grot ingaan, dan vind je hem zeg maar ook al. Even kijken wat zombies doodmaken. Is ook belangrijk. Zijn je nou kippetjes? Heb je niet nodig in principe. Je kan, oh ja, eigenlijk heb je wel heel veel pijlen nodig, hè? Ik bedenk me eventjes gauw. Je hebt best wel veel. Tenminste, kan best handig zijn. Veren nodig. Even een verzamelvakje maken voor veren. Hartstikke mooi. Als ik toch wat kippen zie slachten, dan kun je veren maken. En dan kun je weer pijlen van maken. En die zijn heel fijn. Als je op de enderdingen wil schieten. Je kan hem ook doodmaken met je zwaard, maar dat is echt een bitch. Eigenlijk is de hele enderdingen een bitch, dus maak je niet te veel zorgen erover.
Wat ben je aan het doen, zombie? Waarom val je mijn vriendje aan? Hallo, vriendje. Waarom val je mij aan? Je benen. Yeah. Oké, okay, nice. We hebben er al twee. We hebben de fortress misschien nog niet gevonden. Maar daar gaat het dan niet om, hè. Het gaat om heel veel dingen tegelijk. Oké. Okay. Echt, alles zit vol met troep. Oh, mijn gossie. Oh, mijn gossie. Het is een zombie. Oh, mijn gossie. Jongens, toch. Oké dan. Verder heb ik geen idee welke kant die kuil precies is. Maar het komt wel goed. We zitten nu in de savanne. Ik weet dat we in de buurt zijn. We zijn hot. Hé, hier is ook wat suikerriet. Nee, niet bij dat suikerriet. Oké, hij deed het toch. Oké, wat we nu gaan doen. Dus dat suikerriet pakken. Wat momenteel dus niet kan. Laten we eens even gaan fixen. Wat heb ik echt niet nodig? Gunpowder. In principe heb ik TNT en gold ook niet nodig. Zo heb ik weer wat ruimte vrij. Wat we even gauw kunnen doen is wat riet groeien op superspeed. Superspeed riet. Oké, wat we gaan doen is als volgt. Even riet in onze balken zo. Yes. Ik weet niet of het werkt eigenlijk met... Nee, ik dacht dat het wel ging werken met bone meal. Nee, kun je niet snel laten groeien. Nou, dan flikken we het zo neer. Heb ik in principe bone meal nodig? Nee. Nou, dan gooien we dat lekker weg. Zijn er nog kippetjes in het gebied? Ja. Dan zou ik die even gauw doodmaken voor hun prachtige vederen. Gevederde vrienden. Jullie zullen dood moeten gaan voor jullie prachtige donskussen. Want ja, pijn en boog is toch aangeraden in de nether. Toch, of in die end. Weet je, ik haal dat soort dingen door elkaar. Vergeef me. Ik ben een YouTube video aan het maken. Dan mag dat en zo. Je mag best een keer een foutje maken. Ik speel echt al sinds bijna Minecraft uitkwam. Iets daarna speel ik al. En toch maak ik soms dat soort foutjes. Ik ben ook maar een mens, hè. Ja, ik denk dat we gewoon gauw aan zo'n netherportal moeten beginnen. Gauw eventjes een beetje diep de grond in zakken. Ik heb een beetje het gevoel alsof het die kant op is. Ik wil toch alvast een beetje vinden. Dat is weer een zorg uit mijn hoofd. Ik zit met al die zorgen in mijn hoofd. Ik wil het halen. Een huisje hier hebben ze ook wel heel fijn. Want dan hebben we die rieten. Dan kunnen we een klein bibliotheekje maken. En ja, ik wil gewoon veel bereiken in een korte tijd. Je hoeft echt niet per se die draak dood te maken. Maar ik wil het wel geprobeerd hebben. Dan zit hier even gauw ons kampje op. Kamp Awesome. Zo... We moeten er meer uitzetten in Camp Balsam. Heel veel TNT natuurlijk. Anders zit het toch maar in onze inventory. Stel, er komt een keer een enemy langs. In Camp Balsam. Dan treffen ze de jackpot. Want ja, Camp Balsam is een beetje van... Oh, laten we onszelf opblazen. Dus dit is wat er achter mijn furnaces zit. Gewoon voor de sier, grotendeels. Oké, Camp Balsam. Wat nu? Even iets bouwen ter herkenning. Oh ja, we gingen ook een enderportal bouwen. Natuurlijk. Camp Balsam bouwt even een enderportal. Dat is geen probleem. Lekker aan het water. Ik doe altijd een enderportal met gouden hoekjes. Alleen heb ik momenteel geen goud. Dus we kunnen of de grond ingaan en goud halen. Waarom gouden hoekjes? Totaal niet belangrijk. Vind ik gewoon mooi. Heb ik trouwens nog iron bij me? Nee. Oh ja, ik kan wel wat iron smelten. Ik vind het altijd fijn om wat buckets bij me te hebben. Dan kan ik buckets of lava kan ik meenemen vanaf de grond. Weet je, die vind je daar vet vaak. Dan neem ik die lekker mee. En met die buckets of lava kun je vaak mooie dingen doen. We gaan even gaan lekker de grond in. Hopelijk vinden we wat lava. Misschien vinden we de fortress. Misschien vinden we helemaal niks. Waarschijnlijk vinden we helemaal niks. Huilen. Op avontuur, dames en heren. Naar de tering en verder. In de naam van Minecrafties. Dat is iemand, denk ik. Ik heb die naam zojuist verzonnen. In de naam van die gast, wiens naam ik net verzonnen heb. Gaan we op avontuur. Lava vinden zou sowieso geen probleem moeten zijn. Dan kunnen we heel graag verder met die... Ik kan trouwens die toren alvast een beetje afbouwen. Eigenlijk is het ook wel fijn als we weer even gaan een bedje maken met de schaap. Stel ik ga dood. Dan zijn hier ook mijn spullen weer, weet je wel. Dan beginnen we niet helemaal aan het begin. Dan moet ik weer helemaal hierheen lopen. Eigenlijk vind ik dat stiekem best een fijne gedachte. Dan moet ik wel wat schapen gaan vinden. Dat is ook allemaal weer zoveel gedoe, weet je wel. Ik hou niet zoveel gedoe. Ah joh. Laten we gewoon hopen dat ik niet dood ga. Dat is een hele goede strategie, denk ik. Ik zal even gauw wat van die emmertjes meenemen. Ik zal ook even gauw de iron boots maken. Waarom gebruik ik niet beide furnaces tegelijk? Ik ben een sukkel. Hoppakee. Dat soort dingen. En dan kijk je dan naar als kijker en denk je ook, Rick, je hebt twee furnaces tot je beschikking, drolaap. Ik ben inderdaad een drolaap kijker. Ik kom er vooruit. Hoe doen mijn stukjes armor het? Ze vallen niet uit elkaar. Helemaal toppie. Zo. Nou, liefst heb ik al twee buckets bij me. Dat is nog niet genoeg, maar dan kan ik een paar keer in de weer lopen, weet je. Ik heb ook geen zin in een halve leger aan buckets bij me te hebben, maar dit is tijdelijk genoeg. Genoeg bucket. Zo. Twee buckets. La 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 la. Pa, 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 pa. Gelukkig heb ik torches ergens in mijn inventory. Oh, wat kip bakken, weet je. Weet je wat? Flikker meteen al dat vlees in dat ding. Anders moet ik rauw vlees en gebakken vlees bij me houden. Scheelt ook weer in tijd en moeite en geld en zo. Ja, die is helemaal klaar.
flikker die kip erin. Ik kan ook hier even wat aardappelen ingooien. Jongen, jongen, jongen. Deze, ik heb genoeg eten. Eten is vaak een belangrijk probleem in Minecraft. En daar zijn we 100% vanaf nu. Dat is fijn. Dat zeg ik al vanaf het begin, sinds ik de eerste paar koeien heb gedood. En toch blijf ik meer eten verzamelen. Je kan beter te veel eten hebben dan te weinig. Dat is een goede tip, vooral voor de mensen in Afrika. En als je honger hebt, moet je gewoon meer eten. Super. Oh mijn god. Oké, we gaan dood. We gaan dood. Flink ook. Nee, weg. Damn. Agressief. Nee, shit. Het is echt een we gaan dood situatie. Ik moet even heel gauw hier langs. Oh, die is gelukkig dood. Oké, jij ook even dood. Dood, dood, dood. Oké, we gaan hierheen. Langs de lava. Hier komen de monsters niet heen, hoop ik. Kom hier niet heen, alsjeblieft. Ik ga even gauw oh, ik ben al full health, bijna. Oké, sommige monsters zitten nu in de lava. Lekker te chillen. Chill in de lava, jij idioot. Oh, trouwens, skeletons doden kan ons wel heel veel arrows geven. Wat alweer heel fijn is natuurlijk. Ik heb al een half verlepte boog gekregen ergens vandaan. Ik wil even proberen het lava te verzamelen. Het komt daar uit de muur gecijpeld. Kijken of we dat met een trickshot zo mee kunnen nemen. Oké, dan gaan we er dan lekker heen. Zo, kijk! Onze eerste bucket of lava is binnen. We hadden toch meer buckets mee moeten nemen, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, ik leef nog. Dat is een belangrijke overwinning tegen onszelf, denk ik. Meer iron! Meer buckets! Meer overwinning. We zitten sowieso over een paar minuutjes wel lekker in de nether. Lekker warm zit je daar. Ik ga niet zeggen dat je er veilig zit, maar warm zit je er in ieder geval wel. Hey! Ik had door moeten gaan. Soms twijfel ik dan. Zal ik doormappen of zal ik gewoon terug deinzen? En dan deins ik terug en dan krijg ik een klap in mijn bek. Oh, daar zit een creeper om het hoekje. Doe maar niet. Gelukkig is de weg naar boven momenteel makkelijk te vinden. Ik moet eigenlijk weer eventjes een soort torch aangeven techniek doen. Ga ik wel doen. Hier, torches. Tegen de rechtermuur. En dan weet je, als torches tegen de rechtermuur staan, dan kun je het begin weer vinden. Ik kwam hier vanaf boven geloof ik, dus dat is wel een beetje onhandig. Ga ik een trappetje maken. Een leuk trappetje. Zit er nog een zombie achter me aan eigenlijk? Waarschijnlijk wel. Als je in één keer gemapt wordt door een zombie, dan weet je hoe het komt. Een gemene zombie en hij is de man die bromt. Zo, lekker klimmen. Ja, het is jammer dat we er nog niet meer lava hebben gevonden. Ik zal in ieder geval even één extra bucket maken. We kunnen ook deze lava meteen even planten. Ik wil eigenlijk dus even wat goudblokjes vinden. Maar weet je wat? Ik breek de traditie. Ik doe het lekker met iron. Ik had het dus eerder over gold ore. Ik zet altijd gold ore hier in mijn portal. Gewoon omdat het kan. Puur als, fuck it. Ik heb toch niks aan gold ore. Ik zet het lekker hierin. Een soort luxe dingetje. En dat doe ik nu met iron. Maakt niet heel veel uit, zoals ik al zei. Hier dan weer dezelfde zometeen. Wat we nu gaan doen is, lekker aardappeltjes aan bakken daar, jongens. Lekker hoor. Ik heb nog niet echt heel veel iron om te bakken momenteel, maar toch. Eén bucket of lava, één bucket of niet lava. Dan vul je de ene met water. En dan doe je zo van, even zo hier eventjes zo. Je kent het wel. Bam, bam, bam. Misschien nog eentje hoger zelfs. Ah, zo komt het goed. Zo niet. Oké, wat je nou doet is, je plant in lava. En dan doe je zo bam, zo van, ook goed. En dan doe je zo bam en dan heb je een blokje obsidian gemaakt. Je kan obsidian gaan minen door heel diep te gaan met een diamond pickaxe. Maar je kan ook dit doen. Het werkt redelijk goed. We hebben nog een paar buckets of lava nodig en dan zijn we er. Nou, die bucket of water kun je in principe weer legen hier zo. Gewoon bleh. Nou, niet daar. Leeg hem gewoon lekker hier. Hoppakee. Keren we zo meteen weer terug. Hopelijk is het niet opgeblazen, want het is best wel fijn. Als het niet is opgeblazen, vind ik zelf. We kunnen even één extra bucket maken. Dan gaat het een stuk sneller. Waarschijnlijk gaan we zo meteen een lava pool vinden. Dat is hartstikke fijn. Maar ja, dat dus. Het is gewoon hartstikke fijn eigenlijk. Geen gemaar, geen gezeik. Als wij een lava pool vinden, is dat best fijn. Het liefst zou ik gewoon recht doorgaan, maar het is ook wel leuk om het avontuur een beetje te volgen. Hier moet je dus deze torch aan de andere recht zetten. We blijven de rechtstechniek aanhouden en dat geldt voor beide kanten. Zo, even kijken wat hier allemaal te doen is hoor. Waarschijnlijk geen ene flikker, maar dat maakt niet uit. Hallo! Dankjewel. Heb ik al arrows bij me? Ik heb wel twee bogen in ieder geval. Waar zijn mijn arrows aan het verzamelen? Ja, ik heb 5 arrows. Oké, niet echt dat je denkt van, wauw, wat een arrows. Maar het komt in de buurt. Heb ik nog genoeg kool bij me? Nu wel. Haha. Ook al level 12. Kunnen we niks mee. Ik heb geen enchantment table, maar toch. Maar toch. Ik snap ook niet eens meer hoe enchanting werkt, joh. Ik heb te weinig survival gedaan sinds de nieuwere Minecraft updates. Dan snap je opeens niks meer van nieuwe manieren van enchanten en zo. Dat is wel onhandig. Laten we het daarop houden, kijkers. Onhandig. Ik ga hier denk ik niet omhoog, alhoewel. Dan komen we waarschijnlijk weer ergens buiten uit, ja. Dat is niet echt gewild. We gaan met het water mee. Als een lekker visje. Hier is wel een creepertje, maar dat maakt niet uit. We kunnen hem hebben, denk ik. Ik ben de creeper killer. Het zijn er wel 2. Boom! Vlieg maar weg. Oké, dan. En jij. En jij. Oh, al bij dood. Wat jammer nou.
Tragisch, tragisch. Oké. Okay. Oh shit, ik heb hem aan de verkeerde kant gezet. Net even dat het een giftige spin was. Dat betekent vaak dat je bij een mineshaft in de buurt bent. Het is wel groot hier, jongens. Fuck man, het is donker hier ook nog. Naast groot is het ook erg donker hier. Goed onthouden dat het voor de terugweg moet het rechts zijn. Als je gewoon rechts blijft zetten en niet net op je oriëntatie. Als je een beetje draait, is alles rechts. Onthoud dat. Ik heb het gevoel alsof we niet veel bijzonders gaan vinden eigenlijk hier beneden. Ja, er moet ergens vast lava te vinden zijn. Dat ken je niet anders. Hier, daar zie ik ook wat licht vandaan komen. Dat wijst toch wel vaak op lava, ja, eigenlijk. Hopelijk is het veel. Nee, dat is meer echt één zo'n bloepje. Maar dat maakt niet uit, hè. Dat is mijn... Oh, shit! Ik heb mijn hele inventory vol. Dus zodra ik de bucket of lava kreeg, zat mijn inventory vol en flikkerde ik de bucket of lava in de lava. Oh my god. Hoe gaan we dit fixen? Spider ice, weg. Cobblestone, weg. Allemaal dingen weg, alsjeblieft. Jullie hebben het zojuist helemaal verpest. Dit is gewoon jammer wat er zojuist gebeurde. Dat had totaal niet hoeven gebeuren. Uiteindelijk komt het toch wel goed. Gelukkig maar toch, hè. Het is toch even een tegenvalletje. Ik ben ondertussen altijd iron niet eens meer aan het oppakken, want daar heb ik gewoon geen tijd voor. Dit is een rechte gang, hoef je in principe geen toortjes te plaatsen. Spannen er nog wat enemies voor. Gebeurt er nog eens wat in je leven? Dat is helemaal geen probleem. Ja, er is nog geen lava gevonden. Just fucking great. Dit is jammer. Dit is echt de teleurstelling van de dag. Verdomme, ik gooide mijn lava aan de lava. Hallo, creeper. Hallo, creeper. Is dat nou weer lava of is dat gewoon mijn torchlicht? Voor mij is dat mijn torch is, maar... Yes. Oké, zijn we alle kanten op geweest? We zijn hier nog niet geweest. Ik ga er niet vanuit dat hier veel groots aan het gebeuren is. Alhoewel. Het is een redelijk breed gangetje. Het ziet er wel gezellig uit. Het ziet er wel gezellig uit. Als het heel diep gaat, dan kom je vanzelf ergens uit bij een soort avontuur gebeuren. Zo, even wat extra torches maken. Hartstikke mooi. Oké, dan. Zet ze wel weer even rechts op de muur, Rick. Oké. Hier heb ik iets van nep licht, maar het komt door die mushrooms, geloof ik. Ik heb geen idee. Geef me jullie arrows in ieder geval. Dat is wel fijn. Wat ik ook doe momenteel, ik ben toch een beetje bezig met het level halen. Want ik moet arrows, ik moet nog zoveel dingen verzamelen. Gewoon door skeletons te killen kom ik in principe al verder. We willen toch echt even diamonds en shit, maar hey. Diamonds zijn niet eens zo erg nodig bij het killen van de Ender Dragon. Hij schept je alleen af en toe, maar dat is heel af en toe. Het verandert niet heel veel als je dat hebt, zeg maar. Ik ben trouwens de hele torch richting aanwijzing kwijt. We gaan weer naar boven, want ik heb het gehad hier. Tegenvallende schatten. We moeten op een andere manier in onze vieze komen. Waar kwam ik ook weer vandaan? Deze gang? Ja, deze gang. Oké dan. Niet tegen het water op in principe. Volg de torches. Hartstikke mooi. Hou ze aan je rechterkant en dan ben jij hier weer. Oké. We hebben even... Ik had gehoopt bij de 30 minuten gewoon lekker in die end te zijn. Maar dat valt tegen. We moeten heel erg oppassen met naar buiten gaan. In verband met het feit dat we naast de dingen zitten. In de nacht is dat best wel killing. Het is eigenlijk best wel een slecht idee ook. Oh shit. Heb ik mijn eigen sugarcane gemold? Waar is het, Rick? Heb je het bij je? Ja. Dit is een sugarcane moet groeien. Is wel belangrijk, zeg maar. Moet je niet kapot maken. We gaan verder met onze mijn, ja. Dat is in principe oké. Hopen dat het niet meer me volgt. Hartstikke gezellig. Oké. Gaan we denk ik rechtdoor graven. Dan vinden we echt wel vanzelf lava. Dat ken je niet anders. Ik ben geen lava-expert, maar... Als je lang genoeg graaft in Minecraft, is er altijd lava en dan ga je dood en zo. Dus dat komt wel goed. Zo, gewoon lekker vol flikkeren met cobblestone. Alles wat niet meewerkt. Van, oh, het is een trap. En dan doet de game van, nee, toch niet. Gewoon doorgaan, joh. Gewoon niet te veel van aantrekken van die perskoppen. Liefst zou ik dit nog even dichtbouwen. Gewoon voor een extra stukje veiligheid. Oh, wacht, dat kan ik ook. Oh, shit. Helemaal van naar boven gekomen, jongen. Helemaal van naar boven. Jullie zijn fan, hoor. Waarschijnlijk volgens hem al een tijdje. Dan mag het. Dan mag het. Zo, dat mag wel. Beetje dat is hier met mijn roots liggen. Van, ik was hier ooit, yeah. Zoiets, weet je wel. Oké, lekker graven, Rick. Ik weet het, kijkers, dit is niet het leukste gedeelte van Minecraft, maar... We moeten iets ondernemen, anders gebeurt er ook zo weinig. Oké. Het zou echt een faal zijn als ik na een uur nog geen M-portal heb. Die dingen hoor je als je echt puur op de M-portal mikt, in 10 minuten te kunnen maken. Het is wel belangrijk dat je of diamonds vindt, waar je een obsidian sword mee kan maken, dat je diamonds vindt waar je een diamond pickaxe mee kan maken, om obsidian mee te haken. Of lava vindt die je met buckets kan verzamelen. Je moet wel een van de twee hebben, anders wordt het ook zo moeilijk. Dan ook een bucket kwijtgeraakt inderdaad in een dramatische ongeluk. Ik neem je wat extra iron mee.
best wel fijn om veel buckets te hebben. Als we dus zometeen een poel lava vinden, hoef je niet naar boven naar beneden te lopen. Ik kan dus noods de plekken met het hout dat ik bij me heb. Zoals ik al eerder zei. Een plek een overtje maken. Ik hoor geloof ik blub blub. Beetje tomatensoep. Sound effects. Dat suggereert dat lava dichtbij is. Ik hoor het echt. Ik hoor het, ja. Ik hoor het heel erg. Of zijn het de blokjes die breken? Voor mijn gevoel is het geluid van lava, maar ik weet niet eens wat lava wel geluid maakt. Het is verwarrend dit. We kunnen sowieso dieper gaan, dan komen we altijd diamonds tegen en zo, dus dat is hartstikke fijn. En meestal kom je wel iets van een mineshaft tegen of zo. Een gigantisch gat met overal lava uit de muren en zo. Want daar zoeken we naar, het liefst. Hoe diep zitten we eigenlijk? Hartstikke fijn dat Minecraft daar gewoon fantastische tools voor heeft. Als ik een stukje terug ga, eens even stil zijn met z'n allen en dan kijken of we het kunnen horen. Nee, ik hoor niks. Oké, dan. Ik word denk ik gewoon langzaam gek. Diepte momenteel is rond 27. Dat gaat gewoon de goede kant op. Dat is een goede diepte. Niet de diepte, maar het is gewoon een lekker dieptetje. Oké, dan. Lekker graven. La 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 la. Lekker graven. La 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 la. Goed opletten dat onze inventory zo meteen niet vol is. Fijn aan een pickaxe. Als je die pickaxe breed, dan kan ik gewoon helemaal naar boven lopen. Als ik zou willen. Of te plekken dus een overtje maken. Ik heb cobblestone genoeg bij me in ieder geval. Oh shit. Fucking gravel. Ik kan ook zeggen, we waren een kansje en we maken hier gewoon een bocht. Kun je zeggen. Ik heb het zojuist gezegd en gedaan ook nog. Oké. Het zou fijn zijn als we ondertussen wat vinden, game. We proberen een vermakelijke video te maken. Met dit tempo komen we niet eens in de nether. Dat zou toch geruststellend zijn. En je kan zeggen van ja, je bent slecht en zo. Dat heeft er deels mee te maken natuurlijk. Alleen, yes, we hebben in ieder geval wat diamonds gevonden. We moeten alsnog lava vinden, anders dan wordt het niks. Maar het zijn echt veel diamonds ook. Dat is wel nice. Dat is hier nice. En wat dumpen we daarvoor? Niet de veertjes in ieder geval. String of zo. Oké, 8 diamonds. Wat gaan we daarmee doen, dames en heren? Dat is even de grote vraag. Weet niet. Hele lange stilte. Jullie verwachten vast iets van mij in ieder geval. Diamond sword heb ik al. Eens even gauw wat spulletjes dumpen gewoon. Even gaan we een kuil graven. Wat mag er allemaal in? Zadel, ik ga toch niet op een paard rijden. Oké. Sandstone mag erin. Zand erin. Gravel erin. Granite erin. Hoppakee. Noem ik veel te veel cobblestone dat je eigenlijk nodig hebt. Erin. Water flash erin. Broodjes. Opeten. Nu. Allemaal. Neemt alleen maar inventory space in die ik nodig heb voor belangrijke zaken. Oké, nou. Maak wel even gauw een crafting table. Is het even te denken dat we met het alle diamonds moeten sowieso een diamond pickaxe maken. Dan, het is jammer dat ik geen bucket of water bij me heb. Die kunnen we zo meteen ook wel vinden anders hoor. Dat is in principe geen probleem. Zo, onze pickaxe stond toch op het punt te overlijden. In principe kan ik die stone hatchet... Ja, die houdt nog eventjes voor de grap. Iron sword mag ook wel weg. Kijk, we hebben alweer wat ruimte. Ja, zo is wel even best voor nu. Het is wel weer even best. We kunnen weer verder hakken. We hebben een iets betere pickaxe. Het zou kunnen dat we heel veel lava vinden. Dan kan ik of een bucket of water... Oh, ze zijn zo diep, joh. Nou, ja. Ik weet niet of het echt... Dit is nou niet echt de juiste diepte überhaupt. Oké, we moeten even op 13 gaan. 13 is diamond zoekhoogte natuurlijk. Dat weet iedereen. En waar diamonds zijn, zijn over het algemeen ook vaak... Is ook vaak lava, ja. Ik zit daar trouwens op hoogte 10. Aha, gold. Hebben we nodig om de netherportal af te maken. Zoals ik eerder al zei. De hoekjes moeten goed uitzien. Veel beter dan die gore iron. We zitten nu op hoogte 10, geloof ik. En ja, we willen dus op 13. Heel veel mensen zeggen dat je op 13 diamonds moet zoeken. Sommigen zeggen weer 16. Het is een hele discussie. Wat maakt dat uit, joh? Gewoon hier in de buurt. Komt alles goed. 12, 13. Ik bouw dit even lekker dicht. Dat je voor jezelf weet. Hier niet heen. Hier wil je niet heen, viespeuk. Dan kun je gewoon rechtdoor graven. Maar we kunnen ook een beetje in een kronkel graven. In de hoop dat we dan sneller iets vinden. Ik wil avontuur. Ik wil niet dit. Wat we nu doen, dat wil ik niet. In principe is diamonds vinden hartstikke fijn, maar ik wil gewoon ook wat avontuur vinden. En troep in die richting. Troep in de avontuurlijke richting is wat ik wil vinden. Kom op jongens, kom op zeg. Er is hier vast iets te doen. Iets? Ondergronds? Gezellig? Fortress, dungeon, alles, whatever. Doe gewoon iets, dat ik weet dat er leven is behalve steen. Weet je, het is best logisch als ik in mijn eigen achtertuin ga graven op een gegeven moment heel diep. Verwacht ik niet echt lava te zien of mensen, maar toch. Ik verwacht het nu wel een beetje, dus dat je het even weet. Water.
Aha, we zijn echt iets op het spoor deze keer. We hebben lekker een mineshaft gevonden. Nice. Ik stel voor om sowieso een bucket of water mee te nemen. Stel, we vinden zo meteen lava, dan gaat het helemaal goed. Nou is de vraag gewoon nog, hoe gaan we zo meteen weer boven komen? Ik zou zeggen, markeer dit met torches. Zo. Laat ook gewoon alles markeren met torches weer. Gewoon aan de rechterhand. Rail neem ik altijd mee, uit gewoonte. Maar ik doe er nooit wat mee, dus ik laat die rail lekker liggen, joh. Hier kunnen we sowieso wat chests vinden met diamonds erin. Wat heel fijn gaat zijn voor het verzamelen van een volledig setje. Wat toch wel weer fijn is als je de end in gaat. Oké. Ik hou ze nog steeds. Ik hou ze nu. Ik zet ze meteen naar mijn rechts. Dus dan moet ik ze aan links terugvolgen. Heb ik dat de rest net ook gedaan? Ja. Ik moet gewoon nu aan links terugvolgen. Onthoud dat, Rick. Je hebt je hele strategie verpest. Ik heb er nu te weinig chesten gezien. Dit soort dingen vallen ook vaak wel mee in hoe doolhoffig ze zijn. Alleen zijn gewoon een beetje vaag. Ik ben nu al verdwaald, joh. Eén groot drama. Wat zoeken we hier eigenlijk ook? Ja, het liefst gewoon lava. Lava, lava. Geef me maar wat lava. De game plaatst hier natuurlijk zelf ook nog torches. Dat is heel verwarrend. We kunnen beter gewoon met de diamond pickaxe ergens... doen we dat wel lekker, joh. Ik ga zo meteen met de diamond pickaxe wel gewoon ergens omhoog. Dan hoef ik niet te veel zorgen te maken over... Oh, nee. Komt een beest aan. Dan hoef ik niet te veel zorgen te maken over hoe dat allemaal gaat goedkomen. Als we buiten zijn, dan vinden we ons huisje wel weer. Dat is geen probleem. Ah, oké, gezelligheid. Hier is de gezellige groep gezelligers. Wow, ze komen echt overal vandaan. Jongens, rustig. Ik kom in vrede ofzo. Come on, man. Je zit er zoveel te doen dan, jongens. Is hier een of andere grote party. Dat iedereen hier aan het chillen is. Lijkt er niet op, of wel dan? Waarschijnlijk staat er zo meteen in één keer een creeper. Hey, een lange gang. Lange gang en baas B. Loopt hartstikke dood. Deze gang hoor om vol te zitten met verborgen schatten, verdomme. Oh shit. Niet met zombies en doodgaan. Het zakje door dat spinnenwebje heen, jongen. Nou, misschien moet ik een beetje de monsters volgen, hoor. Misschien is dat een succesroute. Volg de enge monsters. Zij weten waar alle goede shit is. I don't know. Aha! Brood en goud. En meloenzaden. Meloenzaadjes zijn heel fijn. Als je echt een complete survival serie wil doen, dan zou ik daar heel blij geweest mee zijn. Maar ik ga nu toch geen meloenen volledig laten uitgroeien. Dus zijn ze, hoe zeg je dat, nut en loos. Ik heb het ondertussen ook alweer een beetje gehad met deze plek, joh. Hartstikke leuk, al die troepjes. Maar ik heb het gevoel alsof er weinig waarde voor mij tussen ligt voor mijn run die ik momenteel probeer te doen. Hier is nogal wat. Nee. Ah, daar is nog wat. Ik zoek vooral lava. Als iemand heel veel lava ziet en dood en verderf, stuur me erheen. Zak ik je doorheen? Ja, ik zit nu vast. Oh, leuk. We lopen die kant op. Het zou super tof zijn als dit opeens stiekem blijkt te linken aan de... Oh shit, hier is een lief skeletje. Als het stiekem opeens linkt aan of een lava pool of gewoon de fortress waar we de hele tijd naar zoeken, dan ga ik gewoon de fortress wonen. Oh shit! Ik kan nog even ergens anders in mijn hotbar. Genade. Maar was er nog één, of niet? Ja. Yeah. Hallo. Oké. Ik leef in ieder geval nog. Dat is hartstikke fijn. Het is echt een grotetje weer, hoor. Echt weer zo'n grotetje. Oh, man. Ga toch dood, man. Hij ging dood. Dat is fijn. Zombie, nee. Hoe kom je aan die schep? Opschepper. Oeh, diamonds. Oké, ik leef nog. I will survive. Hey. I will survive. Hier is nog een mooie kist. En daar zit kool in en melonzaad. Misschien zit er zelfs meer dan drie. Nice. Oh, kijk. Ik ga in mijn kamer. We komen ergens. Ik zie serieus mijn reling lopen op bedrock niveau. Dat is gewoon awesome. Dat is wel... Ja, heb ik wel respect voor. Weet niet waarom, maar... Het is wel tof. Ziet er wel tof uit. Hier is nog een karretje trouwens. Nee, niet... Ja, dank je. Broodjes! Ik had ze net niet eens meegenomen, joh, die broodjes. Ik had net zo goed zo 8 kool. Waarom zou je het niet meenemen, weet je wel? Omdat je inventory vol zit met troep. Weg! Dank je. Een beetje rust. We hebben 10 diamonds bij ons momenteel. Dat is iets. Zit daar weer een karretje staan? Nee. Maar dat is niet erg. Nu is het de grote vraag voor 100.000 euro. Hoe komen we weer boven? Ik vind het echt iets voor mij om recht naar boven te graven en dan lava tegen te komen en dood te gaan. Dan opeens wel lava, weet je wel. Hier is even klein iets aan het instorten recht voor mijn neus.
Oh, het ziet wel gezellig uit hier. Samen met mijn vrienden. Jij ook dood. En jij ook dood. Ik hoop eigenlijk dat hij ergens gewoon een gang omhoog loopt. Dat zou echt praktisch zijn. Oh, nog meer diamonds, jongens. Kijk eens aan. Het is één, misschien. Misschien is er maar één diamond, maar hey. Je mag een gegeven diamond niet in de diamond diamonden. Als je dat maar weet. Eens even kijken. Eens even kijken. Kan ik omhoog zonder groen weinig te zaken? We moeten sowieso wat meer torches maken. Toch handig dat ik net die kool niet heb meegenomen. Of zit die wel ergens in mijn inventory? Nope. Alles is op. Sowieso. De end gaat niet meer lukken, want ik heb sowieso te weinig ender pearls. Sommige dingen zijn gewoon heel tijd-dependent. Er zijn vast mensen die in 15 minuten de enderdragon hebben kunnen verslaan, alleen. Ik heb geen strategie. Ik kom gewoon binnen met, hey, ik zou gameplay. Ik ga wat leuks proberen. Ik denk dat het echt te maken heeft met het project van 3 uur. Met hoe het momenteel gaat, zeg maar. Vooral gewoon zuur dat we echt nergens lava kunnen vinden. Hier al geweest? Misschien? Pumpkin seeds. Ik kan eigenlijk wel pumpkin seeds gebruiken. Waarom? Omdat endermensen je dan niet meer aanvallen. We worden niet agressief tegen je. En dit is heel fijn in die end. Geloof mij maar. We lopen dus een beetje omhoog. Ik weet niet of ik nou hier mijn torch techniek heb aangehouden. Nee. Het zou heel cool zijn als we weer ons plekje konden vinden namelijk. Dat is ergens in een hoekje en er was water. En ik loop momenteel hele rare rondjes. Dat weet ik. En ja, waarschijnlijk gaan we het ook niet meer vinden. Maar als we het vinden, is het best wel legendarisch. Het is ergens hier in de buurt, weet je wel. Hierboven misschien weer, of loop ik dan weer een rondje? Niemand weet het. Ben ik hier überhaupt geweest? Niemand weet het. Is dit karretje al geloot? Denk het niet. Nee. Is die al geloot? Niemand weet het. Wat hoor ik daar nou even? Gaar geluid. Een heel gaar geluid. Ik heb ondertussen gewoon last van mijn reet. Zo lang achter elkaar Minecraft spelen. Daar is je lichaam niet voor gemaakt, kijker. Oké, we kappen ermee. Wat we nu doen is gewoon doei. Doei modus. Gewoon lekker omhoog graven. Als een gravel op je hoofd valt. Meerdere plannen. Hopen dat je niet doodgaat. Dat is er één van. Ik heb ook geen torches bij me. Onhandig. Wat je vaak dan toch het fijnste is om te doen. Is gewoon een beetje opzij te graven. En dan zo. Hey, lekker omhoog. Je ziet bij me momenteel helemaal niks. Ik zie net iets meer dan jullie. Dus dan weet je dat. Ik graaf gewoon iedere keer omhoog. En dan. Dan gaan we weer verder. Gaan we omhoog en gaan we iedere keer weer een beetje opzij. Want stel, er zit iets onder en dan valt het niet meteen in mijn bek. Heb ik nog een beetje bedenktijd. Dat is wel fijn. Het is een fijne strategie. We gaan momenteel niet fucking snel of zo. Maar hey, we komen er wel. Uiteindelijk. Uiteindelijk komen we er. En dat is het belangrijkste, denk ik. Zo, lekker aan de seat neerflikkeren op de grond. Zo. Oh, mag ik even hier schuilen? Ja, natuurlijk. Hoe lang moeten we nog naar boven? Super lang. Oh, dat is niet zo mooi. Misschien zitten we in een berg momenteel. Dan kun je extra lang bezig zijn. Zo, lekker cobblestone bouwen. Hartstikke leuk. Zo, een beetje hier naast me zo. Ik hoop echt dat er lava naar beneden valt. Dat betekent dat we 1 in de puree zitten, want we kunnen niet recht omhoog. En 2, we hebben lava gevonden. Hiep, 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 hoera. Ik kan dus ook gewoon als een man recht omhoog graven. Als er 1 regel is in Minecraft, is het wel graaf niet recht naar beneden. Nou, graaf niet recht omhoog wordt er niet veel beter op. Denk ik. Enig probleem is, ja, als je recht naar beneden valt, dan kun je in 1 keer in een ravijn vallen. En als je recht omhoog graaft, dan heb je dat niet. We gaan gewoon recht omhoog graven. Fuck, het duurt allemaal te lang, joh. Je ziet iedere keer een soort kleine flits van de buitenwereld. Zo we er gewoon bijna zijn. En Minecraft het niet door wil geven, maar hij weet dat het waar is. Ja, je maakt ook redelijk wat meters, hoor, als je zo gaat. Zit er nou water daar? Nee, want het valt niet naar beneden. Ik zie echt heel weinig. Maar laat je misschien door. Je ziet wel mijn balkje nog. Ik zie ook mijn balkje nog. Zit die water onder? Nee, het is gewoon dirt. Misschien komen we dichterbij. We vinden dirt. Andere grondsoorten. Oké. We zijn er bijna, hoop ik. Anders gaan we echt heel erg dood. Als je hier dood gaat, dan kun je zo'n gat ondergrond, omdat iets je hoofd verplettert. Ik ben er echt geweest. Ik heb ook geen schep bij me, dus stel er valt dirt op mijn hoofd. Of ik bedoel, shit die kan vallen, weet je wel. Dat soort shit. Ik heb geen schep, dus ik kom er totaal niet uit. Gelukkig heb ik redelijk goede armor, dus misschien valt er nog wat te regelen. En de buitenwereld! Oké dan. Waar was ik gebleven? Waar is mijn wereldje? Mijn watertje. Ik zit lekker aan. Oh, hier is het. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Kijk eens aan, joh. Oh, wat mooi. Oké, ik wil echt nog even naar die end toe. Dat moet gewoon te doen zijn. Het moet gewoon normaal te doen zijn voor een man van mijn leeftijd om naar die end te gaan. Oké, ga eens even gaan wisselen. Snel, doe de gouden steentjes erop. Pam. Pam.
Het is een beetje moeilijk, Sam. Ook een beetje moeilijk. Wacht. Zo. Speciaal hiervoor gebouwd. Zo. Even schaal voor de sier hier alvast twee deze dingen tussen zetten. Boom. Zie je meteen hoeveel we er nog nodig hebben? Niet zoveel. Of wel dan? Nee, drie. Drie obsidians is genoeg. Welk stukje armor is het minst handige? Ja, gold body. Ik zeg mag ook wel weg trouwens. Gold body. Ik doe hierbij afstand van jou en gooi je hier in deze gleuven. Ik ga even een diamond body maken. Hotse flotse. Die doen toch het meeste gezelligheid. Hoe maak je ook alweer een enchantment table? Oh, wacht, heb je obsidian voor nodig. Laat maar. Kijk, dit is allemaal mooi gaan groeien. Tak, tak. Zo, en die plant je dan hier. Hartstikke fijn. Groeit goed. En zo, ja, dit groeit redelijk snel uit. Zo, met heb je weer 4 extra, heb je er alweer 8. Bats, boom. Zo werkt een boerderij soms. Ik wil wel weer ondergronds, maar dan ben ik weer ondergronds. Kan ik niet gewoon, zeg maar, dat ik gewoon even een stukje lopen en dan opeens, boom, overal lava? Dat zou echt zo fijn zijn. We moeten wel even een herkenningspunt maken. We kunnen best op avontuur gaan en gaan hopen dat we ergens bovengrondse lava vinden of zo. Maar is het wel fijn als we het plekje terug kunnen vinden? Dus dan bouwen we even gauw een prachtige mast. Een massieve mast. Met onder andere goldblokjes voor de sier. Zo, het steekt redelijk uit en dan pakken we daar misschien wat torches op of zo. Je weet wel, wat van die torches. Een compleet diamond block, je kent het wel. Oké, zo dan. Zo een beetje aan de zijkant. Misschien kan ik vanaf hier het gat zelf zien. Dat valt tegen. Er is daar wel iets in een berg. Misschien moeten we daarheen. Bergavontuur! Bergavontuur! Wat willen wij? Ik zag wel suikerriet vanaf hier. Oh ja, die enchantment table gaat er ook nooit komen de tijd die we hebben. We hebben echt pech gehad in 50 minuten Minecraft verrassend weinig lava tegen te komen. Daar is het echt gewoon verkeerd gegaan. Blame Mojang met hun hoofden. Met hun Minecraft hoofden. Trouwens, met zoveel met suikerrietcube heb je ook best wel veel nodig voor goede pages hoor. Slender, die eet pages. Oeh, daar is licht. Is dat van mij of is dat lava? Als dat lava is, dan is de aflevering gered. En als het geen lava is, niet. Is de aflevering niet in één keer in dallen gezakt? Is jammer dat ik het niet. Het zou echt cool zijn dat het me wel gelukt was. De XSO gameplay Minecraft. Maar ik ben dan ook weer niet zo iemand die een uur opnieuw gaat opnemen. En dit wegflikkert. Want hey. Zoals ik al zei, mijn kont. Oh, hier ben ik dus gewoon geweest. Oh, oké. Tof, Rick. Sukkel. Ik haat mijn leven. Ik haat mijn leven. Ik haat het even. Mag ik weg? Want ik haat mijn leven. Waar is dat gat dan? Want er is een gat, man. Het is vast hier ergens. Ik denk dat het hier ergens is. Een beetje op het strijdgebied tussen de desert en de savanna. Heet het gebied de savanna? I don't know. Nee, voor mij is savanna met die... maakt niet uit. We gaan wat broodjes eten. Er is hier voor mij ergens het gat. En dan kunnen we daar naar binnen. En daar zijn dan obsidian troepjes. Trouwens, mooi hoe ik vanaf hier het huis niet meer kan zien. Hartstikke mooi. Het is zo hoog hier. Ik kan ons huis niet meer zien. Oké, we rennen gewoon tussen alle skeletten door. Like we give a fuck. Je moet de haters niet te veel grond geven hoor. Zeker niet. Aan de kant haters. Niet zo haten ook en zo. Ik maak wel meters zo. Dat wel. Geen handige meters of zo. Er wordt weinig gevonden. Ik vind dit wat suikerriet, weet je. Het is iets, weet je. Het is riet. Riet is riet. Een creeper achter me aan die ieder moment ons dood gaat maken. En boom. Nou, dat valt mee. Oeh, een village. Nog één. Kijk, nou komen we ergens. We maken meters. Dat zeg ik wel vaker, maar deze keer meters zijn gemaakt. Zo. Volgens mij heb je trouwens voor die pijlen ook iron ingots nodig. Ik heb geen idee hoeveel je er maakt als je een veer doet, een iron ingot en een stick. Want voor mij is dat het recept. Bijna niemand maakt zijn eigen pijlen. Gewoon heel veel skeletons doodmaken. Dat is hoe iedereen het doet, denk ik. Zo. Hey, daar is mijn herkenningspunt. Yay! Leuk! Wat is hier allemaal te doen, jongens? Aha, ze hebben hier wel boeken. Nice. Oh, wat? Ik weet wat. Ik weet wat. Ik weet wat. We kunnen teruggaan naar de smid. In het andere dorpje. Misschien heeft deze ook een smid. Die hebben lava. Wat goed. Waarschijnlijk hebben heel veel mensen dit al bedacht. Dan vinden ze me een sukkel, maar toch. Aan de kant, zombie. Dat is oprecht een goed idee. Even gaan wat spullen dumpen. Wat dacht je van? Gravel. Hier zijn wat boeken namelijk. Dat is altijd fijn. Redelijk veel boeken. Het is niet dat je denkt, wauw, hele boekenkastenverzameling, maar hey.
Uiteindelijk is het gewoon fijn om een enchantment te hebben in de Nether. En dan heb ik ze alvast. Fuck deze villager ook maar gewoon, hè. Ik weet niet meer hoe ik dat deed. Ik heb geen zin in. Ja, dan moeten we even terug naar onze herkenningspaal. Die ik net nog heel goed zag. Vanaf daar teruglopen naar de andere village. Die hoort in het zicht te zijn. En vanaf daar hopen dat er genoeg lava is. 3 blokjes. Voor mij zijn er net aan 3 source blocks lava. En dan hakken we die om en dan komt alles goed. Waar is onze herkenningspaal nou? Is het hierachter? Als het niet hierachter is, dan wordt het niks meer. Het zou fijn zijn dat ik net voor het einde van de XO gameplay in ieder geval in de Nether ben. Oh, het is een andere dimensie. Ik keur het goed. Ik wilde naar die end. Maar ik ben in de Nether. Ja, het is iets. Doei sukkels! Ik moet ergens heen! Ik heb een date! Is hier mijn paal? Of is hier gewoon random heel veel licht? Niemand weet het. Aha! Op het laatste moment. Toch nog. Giet het eroverheen, Rick! Giet het eroverheen! Het probleem is wel dat hier dus heel veel vijanden zijn. Het probleem is ook dat hieronder waarschijnlijk nog meer lava zit. Dus dat moet je eigenlijk... Beste lava techniek is altijd dit doen. Even kijken wat er allemaal onder zit. En nu weet je dus. Eigenlijk moet je eerst gewoon een blokje zeg maar uithakken. Zoals deze. En dan weet je nou... Deze nemen we mee. Het zal even een tijdje tikken worden, maar dan hebben we wel onze gewenste obsidian. We moeten trouwens ook nog een flintje hebben, bedenk me. Je moet zo'n portal natuurlijk aansteken met een vuurwerkje dat we niet hebben. Dus dat is ook wel een beetje jammer. We hebben sowieso ingots. Nu is de vraag alleen nog hoe we snel een flint komen. Nee. Nee. Ja. Oké. Okay. 1 obsidian. We nemen voor de zekerheid nog even wat extra obsidian mee. We kunnen ook meteen een crafting table, een enchantment table maken. Gewoon puur voor de sier. Van, oh, die hebben we ook nog even gauw gemaakt. Hoe maak je ook weer een enchantment table? Sowieso 3 obsidian aan de onderkant. Heb je nog iets van een paar diamonds nodig? Ik weet niet of ik daar nou überhaupt nog genoeg diamonds voor heb. Of heb ik ze net allemaal opgeofferd? Zou ook best kunnen. Ja, voor mij heb ik net een diamond body gemaakt. Dan is alles nu op. Nee, ik heb wel meer dan dat. Zoveel diamonds. Enchantment table blijft gewoon een soort vijand van mij. In hoe je die shit moet maken. Dan was het 2 diamonds. Ik heb net een diamond tekort volgens mij. Denk ik. I think I have a diamond. Sure. Dan nemen we nog even 1 extra obsidian mee. Alhoewel, als we die table willen maken, hebben we er nog veel meer nodig. Ach joh. Dat is toch al drama. Het zou grappig zijn als we nu naar de Nether gaan. En dan blijkt dat er ook echt meteen een fortress zit. Dat we meteen goed gespawnd zijn. Als we lava hadden gevonden, het gewoon haalbaar was. De droom. Nou ja, de droom. Kijk naar mijn boog. Ja, een boog maakt het niet zo moeilijk. Heb je alleen wat string voor nodig. Oké, nou eens even ons herkenningspunt terugvinden. Waar de fuck is het? Daar zo. Hartstikke mooi. Ik kom eraan, jongens. Jongens. Hallo. Nee, mijn running is op. Mijn running is op. We maken de portal af. Hoop ik. Oké, dan. Nu hebben we alleen nog nodig. Flintje. We kunnen zeggen, we hebben toch niet genoeg... Voor mij heb ik niet genoeg diamonds voor een enchantment table. Want voor mij is het... zeg maar 3 obsidian. Boek. Diamond. Maar we kunnen het proberen zonder. Alleen bang dat iets me dood maakt. Iets gaat me sowieso dood maken. We hebben echt een creeper. Dat willen we niet echt, hè? Als we iets niet willen hier is de creeper. Want dan sloopt hij alles. Nou ja, die poorten blijven wel staan hoor. Dat is geen probleem. Creeper aan de kant. We kunnen hier even niet bij. Misschien moet ik gewoon even dit gebied een beetje verlichten, weet je wel. Dat er geen beesten spawnen in de buurt. Wow, Rick, dat is wel echt een idee, zeg maar. Yup, vond ik ook al. Extra suikerriet voor iedereen, jongens. Zo, zieke suikerrietplantage. Riet! Oh, het gaat ook gewoon op dirt. Voor het geval je het nog niet wist. Zo. Het is gewoon goede shit, hoor. Goede riet shit. Smoke riet every day. Zo, je moet geloof ik aan een blokje water grenzen. Dus hier kan riet. Die zombie kan er niet uit. Mijn riet beschermt me. Echt waar. Oké, wat we nu even het beste kunnen doen. Is gewoon zeggen, fuck it. Oh, we kunnen ook gewoon... Nee, is toch goed. Wacht, hè, Rick, waar heb je het allemaal over? Precies. Soms ga ik even iets snel om te volgen. Oh, shit. Met geen ongeluk. Drop even gauw dit broodje. Pak even gauw een speet. Drop even gauw wat random blokjes dirt. Nou, gewoon gaan doen, dus iedere keer deze paar stukjes gravel pakken. Ja, je krijgt gewoon een flint door random gravel te hakken. En de kans is 1 op zoveel dat het flint wordt. Aha! Flint. Nice. Oké. Kom neer. Met iron en maak flint en steel. Yes! Gaat naar Nether Portal. Met nog een paar seconden op de klok. Opent hij de Nether Portal. Wordt eruit geschoten door een skeleton. Fuck skeletons. Zet hem in de fik. Ik zet hem in de fik. Iedereen in de fik. Jij ook. Ondanks dat je in water zit. Domme skeleton.
Je verpest mijn dromen. Ga erin, Rick. Laat het niet van je afpakken. Voor mij was het wel zo dat een fortress in de echte wereld is ook een nether fortress. Alleen zijn er dan meer nether fortresses dan echte fortresses, zoiets. Dus met die theorie... Waarom gebeurt er niks? Zouden wij heel dichtbij een echte fortress moeten zitten? Ik weet niet of dat waar is hoor. Ik zag het ooit een keer op Google plaatjes en dan moet het wel waar zijn, toch? We zijn in ieder geval in de nether. We hebben iets bereikt, we hebben niets bereikt. Kijk eens aan. Zie je, we zitten inderdaad heel dichtbij. Wauw. Fuck it. We gaan in ieder geval die blazers even killen. Die endermans, dat was toch wel een drama. We hebben er maar twee van beter te pakken. Maar dat is toch even leuk om voor het gevoel even die blazers te killen. Oh, lava. Oh, dat heb ik niet meer nodig. Wat een gezeik allemaal. Dat is wel leuk als je... Wow, magma cubes. Ah, de blazers. Ze zijn er. Oh shit, 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 shit. Is je leven even kut en stinkt je kak naar poep? Ga dan niet naar de nether toe, want het leven is hier troep. Mensen maken elkaar dood, gewoon voor een sneetje brood. En alles is kut en dat heeft geen nut en je gaat waarschijnlijk dood. Hey. Oké, wacht even hoor. Wat ik meestal doe in de nether is iets heel interessants. Nee, wacht, wacht, geduld. Dat is een schone zaak. Oh, Pikmin. Nee hoor, hoeft niet van mij. Van mij hoeft het niet. Als je dan doet, dus, maar ja, met hout werkt het niet echt, maar een soort deurtje. En dan zeg je, oh wat leuk, wil je ook komen? En dan sla je zomaar kapot door die deur heen. Dat werkt redelijk goed. Als het gewoon een deur maakt van koppelstam bijvoorbeeld. Wow! Ja, soms komen dus wat, pijntjes door die deur heen. Dat is minder. Ja, in het geval branden ze je hout dan af, maar dan moet je niet te veel opletten. Gewoon nieuw hout neerzetten. Ik heb ook vast iets van een steen bij me die niet verbrandt. Obsidian? Ja, hij doet wel gewoon met iron, joh. Like I give a fuck. Geef ik een fuck? Nee, inderdaad niet. Goed gezien. Hallo? Hallo? Als je er echt klaar voor bent, full AP shit. Dan kun je zo het poortje heen rennen. Doe je zo. Oh, jongens, ik kom eraan! En dan doe je. Oh, nee, toch niet. Laat maar. Ik ga alweer. Tof. Leuk jullie weer gesproken te hebben. Later. Ik ga even wachten tot er eentje de deur omkomt. Hey Frits, kom in een buttspin. En dan komt Frits. Buttspin! Oh nee, ik had niet verwacht dat hij echt zou doen, joh. Frits, jemig. Ik ben verschrikken, man. Zit er eentje naast me? Nee, niet eens. Oké, top. Nou, deze gasten droppen dus af en toe iets. Dat zijn de Nether Rods. Wil je vechten? Nee, gelukkig niet. Mooi. Oh man, het zijn er zoveel ook. Kom maar naar buiten. Kom maar buiten spelen, jongens. Vind ik leuk. Komt maar buiten spelen. Als je minder fix hebt, ben ik dood. Dus dan is het ook meteen gedaan. Dat scheelt. Oh man. Helft terugkrijgen duurt zo lang. En ik heb nog niet eens één staf. Oh mijn god. Hij is er. Hij dropt niks. Jammer dan. Dit doe je gewoon een tijdje. Gewoon een beetje af en toe healen. Af en toe naar binnen rennen. Iedereen voor een kop slaan. Dat moet ik met een pijn omhoog doen. Maar dat is niet echt. Boop. Oh shit. Waarom gebeurt dit? Waarom zal dit zo zijn? Waarom vind ik dit niet fijn? Wil je alsjeblieft weer naar huis gaan? Schiet ook mijn zuurverdiende pijlen op. Oh, raak. Dat is raak hoor. Ga maar dood. Waarom droppen ze geen rods meer? Jongens, please. Er ligt er daarboven eentje. Ligt er daarboven eentje. Ligt er daarboven eentje. Dacht ik te zien. Nope, dat is niet waar. En mijn naam is niet Pien. Er zijn ook heel veel trouwens hoor. Ik ga ze allemaal doodmaken. Allemaal doodmaken. Allemaal dood. Woe, we hebben een rod. Ik kan hem niet meenemen. Rotte flash. Gewoon rot. Twee rot. Oké. Okay. Ik heb mezelf deels bewezen. Snel maar de deur dicht. Oké. Komt ie dan, dames en heren. Als afsluiter van de video. Mijn grootste, beste magietruc. Eerst hebben we deze twee helmpjes. Tot één helm maken. Sowieso een magietrucje. Komt ie. Wauw. Blaze powder. En... Oh! Shit! Holy shit! Beste timing om dood te gaan. Dankjewel. Ik wilde net dat oog en dat ding bij elkaar gooien om te laten zien. Hé, dit kun je maken en op dat moment ga ik dood. Heer, dat vind ik fijn. Anders moet ik zeggen, oh, we zijn nu heel ver bij het vechten van de Ender Dragon. Maar we zijn al drie, vier uur bezig met het halen van al die rots en vooral die ogen en dan nog de fortress vinden. En verzamelen van pijlen. En nu ben ik gewoon dood en ben ik alles kwijt. Hoef ik dat niet meer te doen.
Ik zou helemaal terug kunnen rennen naar die Netherportal. Ik weet waar die staat en zo. Maar leuk, zo gameplay zit erop. Hopelijk heb je ervan iets van even geleerd. En vond je het leuk. En als je het niet leuk vond, mag. Je mag een mening hebben. Geef hem gerust een duimpje omhoog. Want ik heb met een uur lang fucking mijn kont eraf gezweet. En Minecraft gespeeld. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering, meer Minecraft. Dat is niet waar. Volgende aflevering doe ik weer een andere game voor XL Gameplay. Dankjewel voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Doe een duimpje omhoog. Blub, 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 blub. Doei.